Ik heb een hele schone hobby. Ik zing heel graag. Naast het kind nog een beetje acteren, want dat is wel heel leuk om dat erbij te doen. En ik zit daar bij de Maastrichtse Operettevereniging. En daar leg ik mijn hart en ziel in. Een operettevereniging in deze tijd, is dat niet tamelijk oudbollig? Ja, dat is wat heel veel lui denken. En laten we dan nu voor eens en voor altijd duidelijk maken dat we niet oudbollig zien. We zijn van oorsprong een operettevereniging, maar we willen heel graag laten zien dat we met een tijd met gaan. En zeker ook met de nieuwe productie die we willen gaan brengen, willen we laten zien dat we klaar zijn voor de toekomst. Dus dat is een ander soort productie dan dat jullie in het verleden hebben gedaan? Ja, gans anders. In het verleden was het zo dat er een bestaande operette wordt uitgezocht door de dirigent en de muziekcommissie van de vereniging. En die operette wordt dan gans opnieuw in het dialect geschreven. Maar het verhaal bleef bestaan, de muziek bleef bestaan en daaromheen wordt er gatsoens gemaakt. Ja. En nou, wat is dan het verschil? Ja, het chique nu is dat Veer een gans nieuw stuk voor zijn eigen vereniging kregen. Dus alles is nieuw. De muziek is nieuw, het script is nieuw. En hoe heet dat stuk en hoe heet het zo ongeveer over? Het nieuwe stuk heet Door Melger en Bijen. Nou, begrijpt het over. Wat heel belangrijk is om te vertellen, het gaat over de grotten in Maastricht. En dan ook echt de grotten van Sint-Pieter. Heel veel lui kennen die grotten. Nou, wat gaat gebeuren? Daar komen twee grote bussen aan. Twee groepen, twee ganse verschillende groepen, die gaan dus die grotten in. Voor een rondleiding. In die één bus. Daar zit zeg maar de riekere tak van de Maastrichteneren. Die lui voelen zich ook heel riek en willen dat ook vooral laten uitstralen. Maar in die andere bus, en dat is wel leuk, daar zitten patiënten of cliënten, wie we het willen noemen, uit een instelling. Uit een psychiatrische instelling, met hun eigen problemen, hun eigen karakter trekken. En die twee bussen gaan elkaar tegenkomen, in die grotten. En dat gebeurt met de nodige humor? Dat gebeurt met de nodige humor. Ja. Heel veel humor en af en toe ook een klein treuntje. Ja. En wat is uw rol daarin? Nou, ik ben deze productie, ben ik Lies. Ik zit in de Riekerbus. Lies is al gaat ouder. Heeft al leven geleid zo wie het zich huurt, zo wie anderen vonden dat het huurt. Heeft niet zijn eigen keuzes eigenlijk kennen en magen maken. En die gaat ze nu maken. Magigas, de slitage is ingeslopen. Op die uitstunde zou ik hopen. Magigas in hand, gewoon razende wieken elkes. Heb je, dich voor met vreken elkes. Mag ik bij die, als voor die is verschelieken. Dan een aterig druge en dan stiekem nodig kieken. Dit een vuurweer was ze en ze leefde vol masseren. Ze liet een spat oier spunnen. Gaat mij mijn chance uit proberen. Ik ben sinds november ben ik verbonden aan de operettevereniging. Dat is nog maar heel kort. Heel kort. Ja, en heeft dat een reden? Nou, ik heb altijd bij de Maastrichtse Staar gezongen. En via een vrouw van een zanger bij de Staar, die heeft me gevraagd of ik interesse zou om in de productie met te zingen. Ja. Dus dan is dit ongeveer de eerste productie? Dit is de eerste productie bij de MOV, ja. Ja. En wat voor soort rol heb je hierin? Nou, ik heb auditie mogen doen voor Lei van Lummel. En die heb ik ook gekregen, die rol. En Lei van Lummel is eigenlijk de hele vroegere liefde van Lieske. Mm-hmm. Die kosten elkaar van nu ze 13, 14 jaar waren en al samen vuil in de berg komen. Lei wist de weg in de berg, wie zijn broken tas, om het zo te zeggen. En omdat Lieske toch wel van hogere stand was, hebben de ouders van Lieske gezegd van die gaat het niet weer met Lei. Dus hebben ze hem verder weggeplukt. Ja, en toen is Lei aan lager wal geraakt. En heeft er alles gedaan wat God verboden heeft. Dus dan is dat nou een beetje een hernieuwde liefde? Ja, dat is eigenlijk een beetje de spanning die dadelijk opgeboeid wordt in het stuk. Ja, dat ze elkaar inderdaad wel tegenkomen.
En hoe bevalt het nou? Dit is natuurlijk een heel verschil met de Maastrichter Staar. Hoe bevalt dit? Ja, dit is natuurlijk ontzettend leuk, omdat ze ook toneel de weekends doen. En een ontzettend leuke groep die best wel heel veel ervaring heeft, dat merkt ze. En dan kan ze zich wel heel goed aan optrekken. Dus voor herhaling vatbaar? Ja, zeker. Maar eerst deze productie goed neerzetten. Dat is het wel het beste. Nijleden kunnen we altijd gebruiken. En wat belangrijk is, zo wie in heel veel verenigingen op dit moment, is dat er verjonging komt. Ik mag zeggen dat we nog een gezonde vereniging hebben. Met mensen uit heel veel verschillende leeftijdscategorieën. Maar dan merk je natuurlijk dat de lui ouder beginnen te worden. En vooral ik hier blijven bestaan. Dus het is natuurlijk belangrijk dat er jonge lui bij komen. En aangezien voor de operette gaan ze loslaten nu, denken misschien ook heel veel jonge lui, hey, dat is misschien net voor mij. Ja. En in het verleden, in welke producties hebben ze ongeveer meegedaan? Ik heb sinds 2002 dan nogal met in de producties hij bij de Maastrichtse Operettenvereniging. Mijn eerste productie was de Zigeunerbaron. Daarna kwam de Nacht in Venetië. Om nog een veel te noemen, Train de Begijn hebben we opgevoerd. Dat is natuurlijk voor heel veel lui hij uit het zuiden bekend. Ja. En de laatste producties waren Medica van Madame André, ja. Het Getuig. En de geest van Maastricht. Maar nou zien de stukken in het Maastrichts dialect. Dat is natuurlijk lang niet voor iedereen verstaanbaar. Hoe lossen jullie dat op? Ja, daar hebben we een heel schoon oplossing voor gevonden. We werken namelijk met Nederlandse boventiteling. Dus ach, de lui die willen komen kijken en denken, verstaan er niks van. Ja. Niet erg. Die balk hing daar en die hing zo dat iedereen goed kan lezen. En als ik een geheimje mag vertellen, was hij misschien nog bezig met een andere boventiteling. Maar daar kan ik nog niet heel veel over zeggen. Dus er zien heel veel nieuwe ontwikkelingen op komst. Ja, vernieuwing. Dat staat echt boven aan de top bij ons vereniging. Nou, even terug naar uzelf. Je hebt een zangopleiding gehad? Ja, ik heb een aantal jaar klassiek zang gestudeerd aan het conservatorium in Maastricht. Les gehad van meerdere zangdocenten. Maar ja, het was het niet voor mij. Dus ik ben een andere week ingeslagen. En ik zie het als een hele goede hobby. En als ik morgen van alles ben vergeten, bestig dan mijn geheugen, wilst je alles voor mij weten. Kerbst dich voor mij, hoe ik mich zo verschaam. Gees ik naar de kassa, en mag ik boete achter het raam. Kerbst dich voor mij, mijn flessig dunne horen, willen we samen schoen doch sporen. Als ik mijn hand was, als angst in mich bespringen, singst dich voor mij, als ik zelf niet meer kan zingen. Je zegt dat je hier met hart en ziel aan werkt. Zou je er misschien ook beroep van willen maken? Nee. Dat is wel een heel resoluut nee. Mijn voordeel is nu, ik heb mijn werk, hoe ik ook heel, wat ik heel graag doe. En ik mag nu de dingen doen die ik wel doe. Dus wat Lieske moet doen in de nieuwe productie die normaal aan ben, haar eigen keuzes maken, ik kan die maken. Ja. Ik kan zingen wie niet ik dat wel en wie ik dat wel. En wanneer is de première van dat nieuwe stuk? Heel belangrijk, de première is op vrijdag 13 april in het Theater aan het Vriethof. En wilt je meer weten over onze productie en ook over onze vereniging, mocht je lid willen worden, kijk dan even op onze site www.movmaastricht.nl.